iedereen. We zijn heel trots. Je wilt dat ook voor de explicatie op Franse. On est donné après en Franse. Merci. Dus welkom iedereen. We zijn heel trots om jullie het tweede jaar op rij te kunnen verwelkomen op een vrij grote weg. Dus herinneren jullie vorig jaar, in 2023, hebben we ook een wegbezoek gehouden voor onze investering van vorig jaar ter waarde van 17 miljoen euro. En we hadden een splinternieuwe savanne, een nieuwe zone bij de Leeuwen en Tijgers, een splinternieuwe restaurant King's Castle, twee nieuwe attracties en een nieuwe speelzone. Totale investering 17 miljoen euro vorig jaar. De start van onze investeringsplan. Samen met Compagnie de Zal, niet enkel onze enige hoofdaandeelhouder, onze enige aandeelhouder en moederbedrijf, maar dus ook een bedrijf die heel wat kennis in huis heeft, heel veel know-how en die ons steunt in alle mooie projecten dat we verwezenlijken. Dankzij dat plan, die strategie, kunnen we dit jaar opnieuw een fantastisch project voorstellen. Een project met een totaalwaarde van 21 miljoen euro. Dus dat is er bovenop. Dus een fantastisch project, een uniek project waarvoor dat we hier allemaal samen zijn. Straks gaan we hier het nieuwe logo ontvangen, ga ik de nieuwe naam zeggen, als ik mijn korte Franstaal heb meegegeven. Bonjour à tout le monde, merci d'être venu, merci pour votre entrée dans belle waarde dans notre projet. On est très fiers avec l'équipe que de deuxième année consécutive qu'on peut vous inviter pour un très grand chantier, un très grand investissement. Après les investissements de l'année passée 17 millions en total, les investissements dans notre nouvelle savane, le zoo Lyon-Étiré qui était renouvelé, un restaurant formidable de King's Castle, deux nouvelles attractions et une aire de jeu pour les enfants. Donc maintenant, de nouveau, après une stratégie qu'on a établie, qu'on a développée avec notre maison mère Compagnie des Alpes, notre seul actionnaire. Mais ils ne sont pas seuls actionnaires, ils sont aussi une maison avec beaucoup de savoir-faire, beaucoup de gens qui sont motivés pour nous aider et développer des projets fantastiques comme on va voir aujourd'hui. C'est un projet de 21 millions qu'on va vous montrer aujourd'hui, qui doit ouvrir le 31 mars. 21 millions en total, inclus l'investissement dans cette attraction où on est maintenant ici dans la station. On va maintenant montrer le nom de nouvelle zone, qui va ouvrir le 31 mars. Dus die gaan wij samen met onze koningin, ensemble avec notre roi Lion, on va vous montrer le nom de notre nouvelle zone, dus de naam van onze nieuwe zone. Dus de naam van de nieuwe zone is dus Mundo Amazonia. Mundo Amazonia is een vrij exotische naam, maar met recht en reden. Even kort uitleggen. Dus Mundo Amazonia is de wereld van Amazonia. En Amazonia is de attractie waar wij ons nu bevinden. Dus straks, we hebben dat al gezien buiten, is een hele grote waterattractie. Is een wereldprimeur. Die bestaat nog nergens op de wereld. Van de constructeur Intamin. Dus deze attractie noemt Amazonia. Waarom Amazonia? Een beetje genaamd naar de rivier, de Amazone rivier, in Zuid-Amerika. Tegelijkertijd, Mundo duidt op de wereld, de omgeving rond Amazonia. Dus Mundo Amazonia, de wereld waarin dat onze attractie Amazonia zich bevindt. Maar tevens is het ook een prachtige natuurlijke omgeving die we aan het creëren zijn. We trachten een beetje onze eigen regenwoud te maken, de Amazone, en vooral in de wachtlijn van onze grote nieuwe attractie gaat geconfronteerd worden met de natuurkracht. Straks gaat onze landschapsarchitect Bruno Geert Bossaert van het bureau Bossaert extra uitleg geven. Maar dus, het is dus tweeledig. Mundo Amazonia, de wereld van onze grote nieuwe attractie Amazonia, en de natuurkracht van de Amazone die wij trachten te simuleren. Donc le nom de la nouvelle zone Mundo Amazonia
Pourquoi au monde de l'Amazonie, il y a l'attraction, le grand voûté où on est dans la station, où on est posé maintenant. Donc ici, les gens vont embarquer dans les bateaux. L'Amazonie, c'est lien avec le grand fleuve, le grand rivière dans la zone Amazon en Sud-Amérique. Donc c'est le premier lien avec le monde. Le deuxième lien, Mundo, le monde autour Amazonia. Et en même temps, vous allez voir, déjà on est en train de planter des arbres magnifiques, des arbustes exotiques, magnifiques, endogènes aussi. Et donc en même temps, on essaye de simuler l'Amazonie de Sud-Amérique, qui va être fantastique, surtout dans les lignes d'attente, qui a une longueur de plus de 200 mètres, les lignes d'attente de cette attraction amazonienne. Donc, autour de l'attraction, aussi dans la zone, vous allez découvrir beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbustes, une nature formidable. C'est un des trois de nos trois piliers, attraction, animaux, nature, et donc on met vraiment l'accent là-dessus, et en plus, encore plus dans l'avenir. Dus de natuur is een van onze drie pijlers, naast attracties en dieren. De natuur is een van onze drie belangrijkste pijlers. We gaan daar ook, nu zetten we daar een groot accent op, maar ook nog in de toekomst gaan we daar nog meer in investeren. Dus het is echt een zone van Bellewaerde, in Bellewaerde, typisch Bellewaerde, 100% onze bedrijfscultuur. Mais c'est pas que ça, c'est pas que une très grande attraction, c'est pas que un primeur mondial. Non, on a aussi dans la zone, dans la Mundo Amazonia, on est en train d'ajouter deux attractions pour les enfants, un minibus, hein, un premier petit splash pour les petits enfants, et un kiddie coaster, une montagne russe pour les petits enfants à partir de 80-95 cm, donc moins de 2 mètres. Donc, parce qu'on est un parc familial, donc s'il y a des enfants qui n'osent pas faire la grande nouveauté, on a des autres attractions. Enfants pour eux. Et à côté de ça, on a un nouveau point resto, Tropical Takeaway avec une terrasse, un nouveau shop souvenir et un bloc sanitaire. Donc vraiment, une zone complètement nouveau à Bellewaerde. Et tout ça décoré avec des couleurs et décorations sud-américaines, brésiliennes. Comme vous voyez déjà, comme vous avez vu déjà un peu. Dans la zone. Dus niet enkel hebben wij een grote nieuwe wereldprimeur als attractie, dat is echt een unieke attractie, uniek in de wereld, die bestaat nog nergens. Hè. Die wordt gebouwd samen met Intamin, een Zwitserse constructeur, kwaliteitsconstructeur. Maar dus niet enkel hebben wij een grote nieuwe attractie, we hebben ook twee nieuwe kinderattracties, en de mini boomstammetjes, een eerste klein splashje voor de kinderen, en een mini coasterje, een kids coaster, hè, met een hint naar de kevenbaan van vroeger. Dat gaan jullie straks dan wel zien. Dus we richten op families. Bellewaerde is een familiepark. Wij richten ons op de hele familie, niet enkel op de durvers. Naast drie attracties hebben wij ook een nieuw restaurant met terras. De Tropical Takeaway en een nieuwe souvenirshop. De Sambal Souvenirs, allemaal prachtig gedecoreerd. En een nieuwe sanitaire blok. Dus werkelijk een volledige, complete, volwaardige. Nieuwe zone met een totale investering van 21 miljoen euro in Bellewaerde. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, tout ce qui est important. On est en train de planter les arbres, on va avoir une nature fantastique. Les attractions coûtent cher, bien sûr, mais aussi on a investi fortement dans la nature. On est en train de planter 130-140 arbres, pas des arbres de 1 mètre, 2 mètres hauteur, non des arbres avec une hauteur entre 5 et 18 mètres. Donc, pas des arbres de 100 euros ou 150 euros par pièce, des arbres entre 500 et 700 et demi 1000 euros. Donc, on reste vraiment dans la nature et c'est un pilier très important. Dus, we nog eens benadrukken, en straks zal de heer Bossaerts wat meer details geven. Wij investeren niet enkel in machines, maar ook in de natuur. Het is heel belangrijk voor de Bellewaerde. De bomen die wij planten zijn niet 1 à 2 meter hoog, die zijn tussen de 5 à 18 meter hoogte, meerdere tientallen bomen met een vrij hoge kostprijs. Dus ik wil dat nog eens benadrukken dat dat ook een belangrijk deel uitmaakt van onze investering.
Geert, ik ga het woord hier aan u om enkele toffe landschappen te doen. Dank u. Dank u wel. Dank u wel, directeur. Zo, we hadden alleszins het Amazone weer met ons mee, als u buiten kijkt. Dus Amazone is een vochtig klimaat. En ja, dat moet geluk. Dus dat willen we zeker ook vandaag bij wijze van spreken dat vochtig klimaat kunnen hebben. Nee, dus wat de directeur ook zei, we hebben een extra inspanning gedaan om hier een sfeer te scheppen richting Amazone. Maar we zijn hier niet in de Amazone, we zijn hier in de streek van Ypres, we zijn hier in de Westhoek. En we moesten eigenlijk terug proberen een soort dak te krijgen hierboven. We hebben de klassieke daken, maar wij willen dus ook buiten werken met een soort een vorm van bladerdek. En daarvoor hebben we inderdaad dus die hoge bomen nodig. Wij willen ook het park terug herstellen, hè, want we hebben hier een grote hap in dat park gemaakt en we willen het eigenlijk in een vrij korte tijd herstellen. Hoe doen we dat? Wij hebben gewerkt in gelaagdheden, zoals ook de natuur bij ons en ook de natuur in de Amazone gelaagd is. Dus we hebben een bladerdek met hoge bomen, 10 tot 15, 18 meter hoog. Daaronder hebben we dan de kleinere bomen weerstappen gestruiken. Hebben we dan ook een kruidlaag en hebben we zelfs een moslaag dat we gaan proberen te creëren, omdat we, en dat is ook heel belangrijk, zorgen voor die hoge luchtvochtigheid tegen de grond. Dus er gaan nevel en mist zones in verwerkt zijn, zodanig dus dat wij eigenlijk dus die sfeer kunnen teruggeven dus van de Amazone. Dat bovenste dek van bomen, van grote bomen, hebben we er ook voor geopteerd. Met respect voor de omgeving, om zoveel mogelijk met streek-eigen grote bomen te werken. Dus vandaar dat we de axels, de S-doorns, dat we haagbeuken gebruiken, olden, eiken, de olm of de iep heb ik daarnet vernaald. Er zijn in een boom die hier ook van oudsher heel veel voorkwam. We zijn hier in de Ieperboog, en de Ieperboog is streek rond Ieper, waar dat die iep heel sterk aanwezig was in het verleden en we willen dus dit dus ook een stuk herstellen. We willen de natuur hier eigenlijk ook dus een stuk teruggeven ook naar de natuur. Wat niet gemakkelijk is in zo'n omgeving, maar door de inspanning van de landschapsfirma die bezig is hiermee, dus die voldoende aandacht besteedt aan de bodem, aan de afwatering, maar ook de bewatering dat we gaan geven aan die planten dus de eerste jaren. Er zijn al een paar getallen gevallen van de aanplantingen. We zijn er al heel lang mee bezig met die bomen allemaal zorgvuldig gaan uitkiezen in internationale kwekerijen, binnen en buitenland. En dus na een selectie en komen dus hier die bomen aan. We gaan direct zo'n planting zien van zo'n boom. En dus van daaruit vertrekken we. Dus dat moest allemaal ook in een vrij korte tijd in geval gebeuren. Dus naar bomen toe, we hebben een 75, 80 heel grote bomen. We hebben dan al de bomen tussen de 5 en de 10 meter, waar we dan ook een 70-tal bomen zullen hebben. Maar rondom wordt het een soort pardessu, een soort mantel ook gemaakt met bosgroet. Dan moet je 1400 bosgroet planten. En de bodem wordt bereikt met ongeveer 20.000 vaste planten. Verschillende vaste planten, dus die combinaties maken. Dat eigenlijk, zoals de directeur ook al aangegeven heeft, wanneer dat je dus in de wachtrij staat, eigenlijk al een soort tuin Amazone beleving hebt, wanneer dat we de attractie dus eigenlijk benaderen. Ja. Dus dat is eigenlijk een stukje het verhaal. De rest zal vooral beleving zijn. Hè. Vandaag een stukje op de geboorte van zo'n een aanplant. Hè. Maar over enkele maanden gaat dat allemaal dus een spruiten met dat groen en hopelijk vanaf 1 april hebben we dan wat beter weer en dan hadden we die prille, frisse, groene kleur de sfeer nog versterken van dus de Amazone waar wij dus hier rond werken. Vandaar. Dank u wel. Dank u wel, Geert. Ik ga eigenlijk nog profiteren terwijl dat nog een beetje regent. Hè. Om misschien al van zeker wel wat uitleg mee te geven terwijl iedereen hier samen is. Jullie gaan veel informatie vinden in de persmap over de attracties en de omgeving.
maar misschien kunnen we dan hier staan. Hey, dus dit is het instapstation van de nieuwe attractie Amazonia. Hey, we gaan dus 14 boten hebben voor 8 personen. Voor kinderen vanaf 1 meter 20 centimeter hoogte, dus voor kinderen vanaf 5 à 6 jaar. We gaan bijna 1000 mensen per uur kunnen de attractie doen. En de duur van de attractie is bijna 6 minuten. He, voor de kennis onder jullie, 6 minuten is heel lang. Een normale attractie duurt 1,5 minuut, 2 minuten. Die attractie heeft bijna 6 minuten. Een totale ervaring van bijna 6 minuten. Wat gaat er gebeuren in deze nieuwe attractie? Men vertrekt hier uit het station. Hier gaan ze een bocht maken naar links en dan gaan ze via de schuimlift naar boven. Eens ze boven zijn, op een hoogte van ongeveer 18 meter, gaan ze via een rijbaan van ongeveer iets van 100 meter, gaan ze naar beneden naar een eerste bassin. Wanneer ze in het eerste bassin een klein splashje maken, gaan ze opnieuw naar een lift, maar dan een verticale lift, die omhoog draait. Terwijl dat ze omhoog gaat, opnieuw naar een hoogte van ongeveer 19 meter, de boot draait omhoog. Unieke lift bestaat al nergens in de wereld. Hè. Dus die unieke lift brengt de mensen opnieuw naar boven, naar een hoogte van ongeveer 19 meter. Daar gaan ze opnieuw in een tweede rijbaan van ongeveer een lengte van 120 meter. En komen ze terecht in de gigantische halfpipe die jullie gezien hebben buiten. Dus die halfpipe is uniek in de wereld. Nog nergens in de wereld maakt men in een waterattractie een ervaring mee met een boot op zo'n gigantische halfpipe. He, dus daar schoon de wagen in terug, gaat opnieuw in een kleine splash. Dan komt hij terug hier in dat bassin. Komt hier binnen in het station. Maar hier, dus waar jullie nu op kijken, op die veste vijf vrouwen, komt de boot terecht. Dan gaan de deuren toe. En dan vallen jullie 5 meter naar beneden. He, met boot en half. Dus het is uniek. Nog nergens in de wereld bestaat dat. In een waterattractie, boot met 8 personen. Vloeps naar beneden en we zien nog een aantal effecten erbij. En hier komt men dan in het station te rijden waar de mensen dan kunnen stappen. Dat is allemaal wat verteld, maar dus 3 unieke belevingen in 1 attractie deze wereldprimeur. Dat mogen we zeggen, Intamin is er ook heel trots op, is een wereldconstructeur, is een topconstructeur, is heel innovatief, dus dat is uniek in de wereld. Niet enkel in België, niet enkel in Europa, maar uniek in de wereld. Dus daar komen mensen hierin en stappen ze terug uit. Eventjes de cijfers van deze attractie. De attractie zelf kost 9 miljoen euro. De kost, de aankoop van de attractie. Maar dat is zonder funderingen, zonder de betonnen bassins, zonder de decoratie, zonder de prachtige gebouw die gemaakt is in kortenstaal. Dat is in kortenstaal. Dat is geen polyester of multiplex. Een splinternieuw gebouw gemaakt in kortenstaal. Zonder alle aanplanten rond, zonder de effecten die toegevoegd zijn, zonder de funderingen. Dus alles samen is dat een attractie van 14 miljoen euro. Aankoop 9 miljoen euro, en ik denk dat alles is, dat zijn enorme funderingen. De putten naar beneden, waarin dat dus de bungee, het bungee effect, het val effect, deze put kost 1 miljoen euro. Dus dat komt er allemaal bovenop. En dan hebben we natuurlijk de andere kosten in de Hanse zone, de aanplant, de bomen, de ondergrond, het nestsysteem, het irrigatiesysteem voor de planten en voor de bomen. Dat is nog een keer ook 1 miljoen euro. En dan volgt de rest in 2 kleine attracties. Donc en français, on va profiter parce que on a quand même pas mal de pluie pour l'instant. Donc ici on a de station d'embarquement de l'attraction Amazonia. Donc, le bateau par 8 personnes, pour les enfants à partir de 1m20 cm, donc les enfants à partir de 5-6 ans à peu près. On va avoir 14 bateaux pour une capacité totale près de presque 1000 visiteurs par an. Donc c'est important d'avoir une grande capacité parce que cette attraction va devenir l'attraction la plus importante du parc. Une fois que les gens sont embarqués, ils vont continuer par là. Prends un coup de 90 degrés, prends le lift incliné jusqu'à une hauteur de 18 mètres à peu près. À la fin du lift incliné, il y a un toboggan à l'eau d'à peu près 100 mètres longueur. Il y a un premier splash dans un deuxième bassin. Et après, le deuxième bassin, les gens entrent dans un deuxième lift, mais vertical. Un lift vertical qui tourne en même temps. Donc jusqu'à une hauteur de 19 mètres.
Ze is verticaal en uniek omhoog. Ça n'existe nulle part. Donc, une fois que vous êtes sur une hauteur de 18 mètres, vous faites un deuxième tourbillon dans l'eau, aussi à peu près 120 mètres de longueur. Il y a un petit splash dans un deuxième bassin. Excusez-moi. Vous faites un splash dans un grand half-pipe. Et le grand half-pipe que vous avez vu déjà à l'extérieur, le grand half-pipe, c'est unique au monde aussi. C'est la première attraction au monde, pas seulement en Belgique, pas seulement en Europe, mais au monde, la première attraction avec un grand half-pipe où tu sors avec un bateau, pas avec une personne. Donc après, vous basculez un peu, après vous sortez du half-pipe, vous faites un petit tour jusqu'à ici, donc de nouveau vous rentrez dans la station, mais ce n'est pas seulement la station. Les derniers 5 rouleaux que vous voyez, là, le bateau va s'arrêter, les portes vont se fermer et le bateau va tomber 5 mètres dans terre. Donc on a un trou de presque 8 mètres même dans la terre. Et donc là, on fait un chute et un bungee. Unique au monde, le troisième élément unique dans le monde. Donc c'est très spécial. C'est une puissance de plus de 500 kW en électrique pour pouvoir faire cet effet avec un bateau rempli avec une personne. Et après ce event assez spécial, vous sortez par ici. Donc, juste pour dire que c'est quand même très très spécial, très unique, une attraction qui est fournie par Utami, donc un constructeur suisse. Un constructeur top qui a été construit que des attractions de qualité. L'attraction même coûte 9 millions, mais l'attraction totale, avec tout inclus, c'est 14 millions. 14 millions, c'est quoi? Par exemple, le trou, ça coûte déjà 1 million. Pour faire le trou, pour que le bateau puisse faire son effet bungee, ça coûte 1 million. Après, il y a le bassin en béton, les formations, une installation de purification d'eau spécialement pour cette attraction qui coûte 500 000 euros. On a tout ce qui est décoration, on a ce bâtiment fantastique en corten, acier corten, donc c'est pas du multiplex ou du polyester, c'est du vrai acier corten, donc ça coûte très cher et c'est pour la vie. Donc, et ce type d'acier, l'acier corten, nous aide pour simuler un ancien bâtiment, fabrique de mines où des anciens miniers ont cherché des minéraux dans l'Amazonie. Donc voilà, tous les détails, tous les décors, tous les propres, les lignes d'attente, tout inclus, c'est 14 millions pour cette attraction, seulement pour cette attraction. Après, bien sûr, il y a les petites attractions, mais par exemple aussi, tout ce qui est d'arbres, tout ce qui est irrigation, système d'irrigation, système de brouillard, de sol, tout ce qui est spécialement pour la nature, pour tout ce qui est landscaping, c'est 1 million. Donc c'est quand même des chiffres assez hauts, assez grands, mais on voulait montrer, on voulait avoir un projet, une zone tellement unique et très valable que Compagnie des Alpes a vraiment fait l'effort pour réfléchir avec nous pour créer cette zone formidable. Dus, misschien ga ik vergeten nog te zeggen dat ook voor deze attractie is er ook een aparte waterzuivering. Hier geïnstalleerd op de achtergrond, die kunnen jullie zien, bij de tweede bassin. De waterzuivering enkel voor deze attractie kost prijs 200.000 euro. Dus al die zaken komen er allemaal bij. Maar weet er achter het goed te doen en op die manier een nieuwe unieke ervaring aan te doen. Ziezo, ik denk dat veel belangrijke dingen zijn. Misschien kunnen we even een foto pakken van de Lego. Dat is ervaring aan doen.
Lieber. Ja.